Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een kleine benenworkout voor jullie laten zien. Waarbij ik vooral compound oefeningen gebruik. Dus het zijn oefeningen die heel veel spieren in je lijf gebruiken. Ook bijvoorbeeld je buikspieren, je rugspieren, je bilspieren. En natuurlijk ook vooral je beenspieren. Als jullie deze video leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel veel plezier met deze workout. We beginnen de workout met squat to lunges. Ik doe hierbij een sumo squat naar een lunge. En we gaan van een squat naar een rechter lunge. En dan weer een nieuwe squat met een linker lunge. Dit doen we 10 keer en dat is 1 setje. Dit hele circuitje van de oefeningen herhaal je 3 keer om echt een goede workout te hebben. Bij de sumo squat is het belangrijk dat je je tenen wat naar buiten doet. En bij de lunge is het belangrijk dat je tenen naar voren staan. Zo kan je hier ook zien dat ik mijn tenen een beetje verplaats en het verstand van mijn voeten zo aanpas. Dat ik de juiste spieren kan benutten voor de beweging. De tweede oefening is een deadlift. Hierbij is het belangrijk dat je je knieën licht gebogen houdt en dat je ze niet, als je weer naar boven komt, je knieën op slot zet. Probeer je rug recht te houden en echt vanuit je bilspieren weer omhoog te komen. Wat voor mij daarbij helpt is om je tenen een klein beetje omhoog te krullen en hierdoor torken je echt meer je hamstrings en je billen en komt de beweging daar vandaan in plaats van dat je hem uit je bovenbeen of uit je rug gaat halen. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Derde oefening is een hip thrust. Hierbij leg je het bovenste gedeelte van je schouders op een bankje of op een stoel. Op je bank. Je kan het zelfs even op de grond. Ik vind het fijn om het in een trainingsbankje te doen. En daarbij probeer je je kin wat meer richting je borst te houden. En je heupen omhoog te duwen. Ook hierbij helpt het voor mij weer om wat meer op mijn hielen te gaan staan. Zodat ik echt mijn tenen wat losser heb. Hierdoor voel ik de beweging veel meer in mijn hamstrings en in mijn billen. Niet zoveel in mijn quads. Mijn quads willen heel erg graag groeien. Dus bij de meeste bewegingen gebruik ik eerder mijn quads als mijn hamstrings. Dus door mijn tenen wat omhoog te doen helpt dat hierbij om een andere spiergroep te targeten. Ook deze doen we weer 10 keer en herhalen we natuurlijk weer in 3 setjes. Je kan het met een dumbbell doen op je heupen. Je kan het ook met een gewichtsschijfje doen. Je zou eventueel ook een resistance band rond je knieën kunnen doen om nog wat extra weerstand te creëren. De vierde oefening is de Bulgarian Split Squat. Hierbij leg je 1 been op een verhoging. Dat kan een stoel zijn, dat kan een bank zijn. Wat je ook maar voor handen hebt. Wat ik zelf heel prettig vind is om je voet wat meer platter te leggen. En het scharnierpunt op je enkel te laten vallen. Belangrijk is dat je vanuit je been omlaag gaat. En dus niet zozeer met je voorste been, maar meer met je achterste been de beweging inzet. Deze is echt killer voor je bilspieren. Ik denk dat op het moment zelf dat ik het veel meer in mijn quad voel. De dag daarna, als ik deze oefening heb gedaan, dan voel ik het echt in mijn billen. En het is ook echt wel eventjes een soort van conditieoefening. Want ik ben daarna ook altijd echt wel een beetje buiten adem van deze krachtoefening. Dat was het voor deze workout. Dit circuitje herhaal je 3 keer in totaal. Dus je doet alle oefeningen 3 keer. Een setje van 10. Het is echt wel een snelle workout die je spieren behoorlijk aan het werk zet. De volgende dag ga je dit echt wel voelen. Het is handig om gewoon even lekker tussendoor te kunnen doen of als je weinig tijd hebt. Dit zijn echt van die compound oefeningen die heel je lichaam in werking stellen. Dus je gaat hem echt overal voelen. Ik hoop dat jullie deze workout gaan proberen en dat je er wat aan hebt. En ik zie jullie in de volgende video. Doeg!